voelt echt heel raar om deze positie weer in te nemen. Ja, ik vind het lastig. Ik moet wennen, maar ik ga het doen dus. Hallootjes! Dit is even een tijdje geleden dat jullie me niet op het beeldscherm hebben gezien. Maar ik ben na 2 jaar ben ik weer terug op YouTube. Het begon allemaal 4 jaar geleden ongeveer. Ik zat in de trein onderweg naar Amsterdam. Want ik had dat ontbijtconcert van Kai van der Voort. Staat trouwens een vlog online. Maar op de terugweg voelde ik me heel erg benauwd. En ik moest heel vaak naar de wc. En ik wist niet nou zeker of het een blaasontsteking was. Want dat kan ook. Totdat ik terug zat in de trein. En ik was bijna thuis. En ik wilde gewoon zo snel mogelijk de trein uit. Ik zat echt zo van, oh my god, oh my god, oh my god. Ik red het niet. Ik trek het niet. Ik raakte in een soort trance. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik rende echt. De deuren gingen open in de trein. En ik rende echt naar buiten. En ik dacht echt, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet naar de wc. Ik moet naar de wc. Ik doe het bijna in mijn broek. Ik maakte mezelf zo ontzettend gek in mijn hoofd. Dat ik op een gegeven moment echt dacht, ik wil dit niet. Ik begon te janken. En ik dacht, nee, oké. Ik raakte in een soort trance. Dus op een gegeven moment, ik dacht, weet je, het gaat wel over. 2 dagen later kreeg ik er nog één en ik was buiten. En toen dacht ik op een gegeven moment van, dit is niet goed. Want dit is al de tweede keer in een week tijd dat ik het krijg. Ik toch even nachecken bij de dokter. Ik naar de huisarts gegaan met mijn vader. Ik dacht, weet je, ik moet gewoon checken. Want het was gewoon, voor mij was het heel erg dat ik dacht, what the fuck is er gebeurd? Wat gaat er gebeuren? Dus op een gegeven moment, ik studeerde toen destijds nog aan het Graaf Lyceum. Maar omdat je, zeg maar, eerste keer, zeg maar, nooit vergeet, durfde ik ook echt niet meer met de trein naar school. Ik dacht, weet je, ik stop met school. Ik ga niet meer. Ik wil dit niet, weet je. Ik kan dit niet, jongens. Ik kan dit niet. Oké. Ik ging naar de dokter en het werd maar erger en erger, paniekaanvallen. En op een gegeven moment ging ik dus naar een psycholoog die me hiervoor heeft geholpen. Nou, ik had een kennismakingsgesprek en ik voelde me eigenlijk totaal niet op mijn gemak bij die persoon. Nou, toen daarna kreeg ik nog een sessie met een andere man en daar voelde ik me al helemaal niet op mijn gemak. Want hij zei allemaal dingen waarvan ik dacht, wat de hel, waarom zeg je dit? Vervolgens had ik mijn derde en tevens ook laatste consult, intake gesprek met een mevrouw. En ik voelde me daar zo erg op mijn gemak en ze hielp me ook en ze hielp me hoe ik mijn paniekaanvallen moest bedwingen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het ging beter en beter en beter. En ik geloofde weer in mezelf. En ik had ritme. En alles ging goed. Dus je zult denken, daarom begon ik ook weer met YouTube. Ik dacht, weet je, uitlaatklep, top. Op een gegeven moment ging het een hele tijd gewoon supergoed. Ik voelde me lekker in mijn vel. Ik had leuke vrienden om me heen. Mijn relatie ging goed. Ik dacht, top. Maar mijn relatie ging dus uit. En ik belandde weer eigenlijk in een soort van diepe kuil. En de paniekaanvallen waren weer terug. Maar ik had wel al voor mezelf besloten, oké, ik kan dit, I can do this. Ik had mijn maniertjes gevonden hoe ik beter in mijn vel kon zitten. Dus allemaal leuke dingen doen en een beetje dat ritme weer krijgen. Dus op een gegeven moment ging ik weer werken en het ging helemaal weer goed. En ik voelde me top. En ik werkte mezelf echt wel weer uit die put waar ik in zat. Bepaalde keuzes te maken in mijn leven die invloed daarop hadden. Waardoor ik me weer beter ging voelen. Dus op een gegeven moment... Dus sorry guys, maar dit verhaal is echt zo onduidelijk voor jullie misschien. Maar er speelt zoveel op dit moment in mijn hoofd. Dat ik misschien een beetje warrig overkom of zo. Maar zo bedoel ik het niet. Ik probeer mijn verhaal te vertellen waar ik me fijn bij voel. En mensen ook steun te geven dat je er niet alleen voor staat. Dus op een gegeven moment, ik had minder paniekaanvallen weer daarna. En toen dacht ik, weet je, dit gaat goed. Ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. I'm gonna do this. En op een gegeven moment, nou, toen had ik YouTube opgepakt, toen ben ik weer vlogs gaan maken, dat ik naar Amsterdam ging en bla 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 bla. Maar toch kreeg ik heel de tijd de opmerking, ja, je bent niet zo in het echt, je bent niet zo in het echt, bla 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 bla. En je speelt maar wat en je doet een typetje na en weet ik veel wat. Maar jongens, dit is hoe ik ben. Ik kan heel druk zijn, maar ik kan ook zachter zijn en stil zijn. En weet je, en dat beeld wat mensen van mij hebben, vind ik persoonlijk heel erg vervelend. Omdat ik niet zo ben. Ik ben niet zo. Heel vaak ga ik daar ook in geloven. Van, nee, ik kan dit niet. Dit is lastig. Waarom doet me dit? Het is gewoon mijn story, weet je wel. En ik moet het gewoon vertellen om mezelf gewoon, ja... Oké, en toen ging alles weer een beetje goed. Ik had alles lekker op rolletjes. En ik dacht, weet je, ik ga dit doen.
Totdat ik op een gegeven moment bij een bedrijf werkte en me die niet op een hele chique manier heeft ontslagen. Waardoor ik weer heel erg onzeker werd. En ik dacht, ik kan er niet tegen. Op een gegeven moment was het 3 dagen voordat ik mijn contract verliep en ik werd ontslagen. En ik ben de 19e ben ik gelijk op vakantie gegaan. 2 weken met mijn ouders naar Zuid-Frankrijk. Waar ik echt de tijd van mijn leven had. Ik had daar zo geen zorgen over wat er allemaal in Nederland gebeurde. Ik dacht, yes, ik heb er zin in. Lekker weg. Lekker zonnetje. Lekker bruin worden. Lekker zonne. Lekker strand, zee, clubs, woep woep. Ik ben niet uitgegaan, maar goed. En toen kwam ik op een gegeven moment terug in Nederland. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Want ik heb geen werk. Ik weet niet wat ik aan moet met mijn leven. Ik had een ritme voor mezelf opgebouwd. Dat valt weg. Dus ja, wat ga ik nu doen? En toen ben ik eigenlijk een week bij Kiara gebleven. En ik merkte dat ik daar eigenlijk niet echt heel gelukkig was. Waardoor ik op een gegeven moment wel weer mijn paniek aanvallen een beetje aanwakkerde. Ik mijn ritme weer gezocht. Niet gevonden. Waardoor ik nu op een gegeven moment toen naar Duinwel ben gegaan. En naar Tina Weekend. Dat heb ik niet gevlogd. Maar goed. Nou, op de heenweg zitten we in de auto. En toen kreeg ik weer een zware paniekaanval van dat je heel erg naar de wc moet, maar je kan niet. En toen dacht ik even, godverdomme tyfus, weet je wel. Ik dacht, nee, ik wil dit niet. En toen op een gegeven moment, toen ben ik naar de centraal gegaan, want daar waren we op dat moment. En toen heb ik eventjes, ben ik naar de wc geweest, heb mezelf rustig gehouden. Toen ging ik met de auto. En toen ging het allemaal weer een beetje goed. En op een gegeven moment, er gebeurde wat. En wat niet van toepassing is op dit verhaal. Waardoor ik op een gegeven moment wel dacht van, nee, ik wil dit niet. En toen op een gegeven moment, toen ging ik naar huis. En toen reden we langs Leidseveen. Toen kreeg ik er weer eentje. Maar niet echt dat ik dacht een zachte. Maar echt gewoon een boom. Inslag. Paniekaanval. Dat ik op een gegeven moment ook tegen mezelf heb gezegd. Ik wil niet meer. Ik wil nu de auto uit. En ik maak mezelf aan kant. Want ik wil dit niet. Ik voel me zo op dit moment alleen. Dat ik niemand echt had. Dat ik dacht van, god, waarom gebeurt mij dit elke keer? En elke keer dacht ik van, ik wil dit niet. En ik probeer niet te janken. Maar het is wel gewoon mijn verhaal. En ik heb echt best wel veel gehuild de afgelopen periode. En ik vind dat het ook kan en mag. Want het is een emotie. En die kan ik niet uitzetten. Maar ik probeer het nu wel een beetje zo van weg te drukken. Dat ik niet jank. Dus ja. Ik vind het heel lastig om dit zo'n zulke dingen aan jullie te vertellen. Omdat ik gewoon nooit mijn emotie wil laten zien. Maar ik wil ook iemand zijn die dat wel doet en die taboe, zeg maar, verbreekt. En natuurlijk, het is nu heel warrig. Net als de afgelopen 3 maanden voor mij zijn ook heel warrig. Maar weet dat je er nooit alleen voor staat. Dat er vrienden om je heen zijn die je steunen. Ik heb heel veel steun gehad aan mijn vrienden en familie. Vergeet dat nooit. Vergeet dat je er nooit alleen voor staat. Want je hebt altijd lieve vrienden om je heen. Familie waar je terecht kunt. Ouders. Die me de afgelopen 4 jaar lang echt heel erg hebben gesteund. En altijd hebben begrepen. En altijd goed voor me hebben gezorgd. En ik mag trots op mezelf zijn. Dat ik hier nu zit. En mijn verhaal doe. En als je in de problemen zit. Of er is iets. Praat er alsjeblieft over. Want dat heb ik ook gedaan. En tuurlijk, ik heb soms wel terugvallen. Maar vergeet nooit dat je er alleen voor staat. En wil je praten. Familie is er altijd. En ouders ook. Dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. En er komen in de toekomst allemaal nieuwe video's aan. Hele leuke video's. En dan zeg ik bij deze tot de volgende video. Doei doei!